Welkom allemaal vanuit de Wordt Grote Studio in Stadion Euroborg. FC Groningen live voor de eerste keer op vrijdagmiddag. Bij mij is Wessel Dammers. Wessel, welkom. Dankjewel. Het is de eerste keer hier. Wat vind je ervan? Ja, leuk. Leuk om te zien en in deze setting samen met jou wat dingetjes door te nemen. Nu is dit een nieuw programma. Ik noemde het even FC Groningen live omdat we live zijn. Maar we hebben eigenlijk nog geen naam voor dit programma. Dus eigenlijk is het ook aan jullie, aan de kijkers thuis. Weet je nou een leuke naam voor dit programma? Laat het even weten in de comments. En dan kan je een naam verzinnen. Als wij die naam nou kiezen, dan krijg jij 2 kaarten voor FC Groningen AZ volgende week. Dat lijkt me wel een goede deal. Ja, zeker. Ja. Dus Wessel, als er nog iets in jou opkomt dat je denkt van dit is een leuke naam, dan gooi hem. Als ik hem tussendoor, als hij te binnen schiet, dan zou ik hem erin. Ja, we moesten erover nadenken. Dan heb je FC Groningen Live of The Warming Up. Zeg het maar, er zijn allemaal Studio FC Groningen, kan ook. Oh, ja, dat is ook allemaal dingen die we al benoemd hebben, maar we willen eigenlijk iets originelers. Ja. Dus we zijn nog op zoek. Wessel, dit weekend Sparta Rotterdam uit. Ja, hoe staan jullie ervoor? Ja, ik denk op zich, als je kijkt naar de fitheid van de selectie, dat iedereen steeds fitter aan het worden is. En is de selectie, los van dan Radinho en Mike, volgens mij nog niet helemaal compleet. Maar ik denk, als je kijkt naar de nieuwe jongens, dat iedereen steeds fitter aan het worden is. En we raken steeds meer op elkaar ingespeeld. Dus ik heb het idee dat we er gewoon goed voor staan. Wessel, nu is de interlandperiode net voorbij. Hoe heb jij daar in de invulling aan gegeven? Ik ben naar Rotterdam gegaan, naar mijn eigen omgeving, bij mijn ouders thuis. En daarin prop ik het eigenlijk altijd helemaal vol. Mijn vriendin wordt soms helemaal gek van dat ik het juist te vol wil proppen en te veel dingetjes wil doen. We hebben dan haar familie waar we bij langs moeten gaan. Nou, mijn ouders die zijn gescheiden, dus dan wil ik ook even mijn pa zien. En ik wil ook mijn moeder even zien. En hier en daar af en toe nog een verjaardagje. En eigenlijk probeer ik altijd ook wel even een rondje te golven in het weekend. Dus ik ben het weekend wel goed doorgekomen, ja. Ja, dat is aardig volgepropt dus. Ja, aardig volgepropt, ja. Maar je zei al Rotterdam, daar komt je familie vandaan. Oudere kerk aan de IJssel, klopt dat? Ja, daar ben ik opgegroeid. Ja. Inmiddels wonen we daar niet meer. Zowel mijn moeder als mijn vader, die wonen daar niet meer. Mijn moeder woont nu in Ridderkerk en mijn vader woont in Waddinxveen. Maar goed, dat is wel de plaats waar ik ben opgegroeid, ja. Allemaal in de regio Rotterdam dus. Ja, ja. Dus komen ze dan ook allemaal kijken nu, Sparta uit? Is dat de wedstrijd die ze meepakken? Ja, ik heb hier en daar wel wat kaartjes moeten regelen. En een vriend van mij, familie van hem, die hebben een skybox daar. Dus die hadden ook wat kaarten beschikbaar. Dus, maar goed, ik heb gelukkig voor iedereen die wilde komen, zijn de kaarten. Ja, want hoe gaat dat? Moet je als speler dat zelf regelen? En doe je dat met de teammanager? Of hoe gaat dat precies? Ja, we krijgen bij uitwedstrijden altijd een x-aantal kaarten voor de hele selectie. En dan ben je eigenlijk een beetje afhankelijk van ook andere jongens of iedereen zijn kaartje nodig heeft, ja of nee. Met hoeveel je er zelf kan krijgen. Nou, bij een aantal clubs zou je ook nog kaarten kunnen bijbestellen. Zo werkt dat eigenlijk altijd een beetje. Nu zagen we in de interlandperiode ook dat jullie gingen padellen. Was het jouw eerste keer? Was niet mijn eerste keer, nee. Hoe maar ging ik, het? Ging goed. Ik was samen met Dalla en het team, Iran Doest. En dat ging hartstikke goed. En voor de rest, voor de sfeer en in teambelang was het gewoon was het echt een hele leuke dag. We hebben daarna nog een hapje gegeten met z'n allen. En vooral de partijtjes tegen andere padellen, dat was wel gewoon dat was hartstikke leuk. Ja, we kunnen wel lekker fanatiek worden, hè, met die sport. Ja, dan wordt het redelijk fanatiek, ja. Wie heeft er gewonnen? Ik en Dalla. Is het allemaal zo? Dat wist ik helemaal niet. Ja, ja. Nee, we speelden de finale tegen Bart en tegen Bjorn. Dus dat was wel leuk. Ik geloof je nu gewoon op je blauwe ogen, hè? Ja, nee, kan ook niet zo zijn. Nee, ja, zeg zo, hoor. Ja. Lekker hoor. Hey, ik zag al dat je bij een lezing was van de week van Sander Aerts van de Special Forces. Wat was dat precies? Iets door de businessclub hier volgens mij georganiseerd werd. En wij werden daar als team zijnde uit vrije opgave had je daarin en kon je daarbij aanwezig zijn. Mij leek dat hartstikke leuk. Ik heb ook familie die een beetje dezelfde achtergrond hebben als hem. Natuurlijk niet zo ver gespecialiseerd zoals hij dat gedaan heeft. Mijn broertje zit bij de Korps Mariniers en mijn vader en opa zijn oude commando's. Dus een beetje die wereld was al wel een beetje bekend. En ik kende hem ook al vanuit zijn eerste boek die hij had geschreven. En dat leek me wel heel inspirerend om daarbij aanwezig te zijn. Had je het boek al gelezen? Ja, het boek had ik ook gelezen, ja.
Ja, ja, hij was wel gewoon tof. En als je dan hier nog de dingen hoort vertellen die je ook kent al uit het verhaal, uit zijn boek, dan is dat wel... de dingen die hij allemaal meegemaakt heeft, ja, dat is wel heel inspirerend om dat allemaal te horen. En neem je dat soort dingen mee? Ja, sommige dingetjes wel. Want het gaat echt over lessen van hoe kan je mentaal weerbaar worden, denk ik. Dat is ook wel belangrijk. Ja, dat soort kleine dingen zit hij ook besproken. En voor de rest is het eigenlijk ook grotendeels gewoon zijn verhaal. Wat heeft hij meegemaakt en bepaalde situaties, wat er in vuurgevechten dat hij gezeten heeft. En dan vertelt hij eigenlijk hoe ze daarmee om zijn gegaan als team zijnde. En dat was wel indrukwekkend vooral ook om te horen. Ja. Dan gaan we weer even verder richting Sparta. Vanmorgen spraken we in de voorbeschouwing al even met trainer Danny Buijs. En ik vroeg hem onder andere naar hoe de groep ervoor staat naar de interlandperiode. Heb je al een beeld hoe de jongens zijn teruggekomen van de interlandverplichtingen? Ja, heel wisselend. Kijk, op zich gelukkig niet met een blessure. Dat is het belangrijkste. Bijvoorbeeld Jurgen heb twee keer gespeeld. Daniel een keer ingevallen en een keer gestart. Dus ja, die jongens komen met een heel fijn gevoel terug. Nana twee keer niet gespeeld. Die jongens zijn wat meer teleurgesteld, dus dat is per individu verschillend. Het belangrijkste voor ons is dat ze fit zijn en dat wij weer blij zijn dat ze bij ons aansluiten en hier weer hun waarde kunnen bewijzen. Wat kan je vertellen over de selectie die beschikbaar is voor de wedstrijd tegen Sparta? Nou, Mike is er sowieso niet bij, naast Radinho. En met Michael de Leeuw en met Marin hebben we... Ja, wel twee grote vraagtekens of die erbij gaan zijn zondag. Een aantal twijfelgevallen dus. Ben je zelf wel helemaal fit? Ik ben gelukkig helemaal fit, ja. Ja. Ik had een aantal weken geleden een kleine, ik denk een verrekkingje in mijn bovenbeen. Dus toen twee wedstrijden gemist. Heerenveen helaas en Willem II. Maar eigenlijk daarna goed hersteld, goed doorheen gekomen en nu gewoon weer helemaal fit. Hoe is de sfeer nu in de groep? Ja, is gewoon op zich gewoon goed. Los van natuurlijk de mindere resultaten die we behaald hebben, is de sfeer verder gewoon goed. We proberen ons vooral ook te focussen op eigenlijk de dingen die we in de wedstrijd gewoon heel goed gedaan hebben. Waarin je ziet dat we natuurlijk ook een aantal momenten gewoon wel echt pech gehad hebben. Maar goed, aan de andere kant is het besefte nu ook wel dat we nu wel een belangrijke maand komen waarin we eigenlijk wel gewoon punten moeten gaan halen. Dus dat besef is er ook zeker, ja. Vorig seizoen won FC Groningen met 3-2 bij Sparta. Jij maakte de 1-0. Ja. Wat weet je er nog van die goal? Ja, dat... even kijken. Corner van onze linkerkant. En er werd op goal gekopt en de rebound schoot hem binnen. Ja, was leuk. En zeker als het dan nu weer daar naartoe gaat, dan denk je daar wel aan terug. En dan hoop je eigenlijk dit weekend op dezelfde manier of op een andere manier misschien ook nog wel een doelpuntje te kunnen maken. Ja, het kasteel, heb je daar vaak gewonnen? Niet heel vaak. Met Fortuna heb ik daar volgens mij 1 of 2 keer gespeeld, 1 keer gelijk gespeeld. De andere uitslag weet ik niet meer. Ja, en vorig jaar gewonnen dan. Dus ik moet ook zeggen, niet heel, heel veel gespeeld, maar wel ook regelmatig. Nu de interlandperiode voorbij is, kijk jij naar voetbal in de interlandperiode? Kijk je naar het Nederlands elftal, tegen Gibraltar of tegen Letland? Nee, op een moment dat ik thuis ben, dan zet ik het op. Maar het is niet dat ik er thuis voor blijf. Ik zeg dat ik sowieso de laatste tijd niet heel veel voetbal meer echt kijk. Tuurlijk op een moment dat er eredivisie wedstrijden zijn, sommige wedstrijden die kijk ik dan wel. Maar op zich soms... Zijn er ook andere leuke programma's op tv en dan... Was je vroeger een voetbalkijker? Ja, ook niet heel erg in de zin van echt alle competities of zo. Natuurlijk, soms heb je wel in Engeland of in Duitsland, als je een mooie wedstrijd hebt, dan heb ik wel zoiets van, dat wil ik wel zien. En Champions League natuurlijk. Maar ja, verder, het is niet dat mijn hele avonden gevuld zijn met echt alleen maar voetbal op de tv, dat niet. Wat kijk je in de bus? Wanneer gaan jullie? Gaan jullie morgen of gaan jullie zondag? Nee, wij gaan zondagochtend gaan we. Wat kijk je dan in de bus of luister je muziek? Ja, vaak een beetje muziek. Soms misschien een serietje van die, hoe zeg je dat, reality shows van de Videoland. Ik weet niet, noem je dat zo? Ja, dat noem je zo, denk ik. Ja. Nee, soms van die reality shows op Koeman bijvoorbeeld. Video. Ja, bijvoorbeeld, ja, die heb ik ook gezien. Ja, dat soort dingen vind ik allemaal wel hartstikke leuk. En dan is het meer een beetje de tijd doden, zeg maar. Gewoon een beetje vermaken. Klaarstomen voor de wedstrijd. Ja. Wessel, bedankt voor je komst, man.
Top man. Je was de eerste gast. Ja, nou, ik voel me veerman. Was leuk. Heel goed. Dankjewel voor je komst. We zijn nog steeds op zoek naar een naam. Dus heb je een naam voor deze show? Reageer even in de comments. Eerder vandaag, een uurtje geleden, zat John de Jonge hier bij mij op de bank in de studio. Met hem keken we ook vooruit naar het duel van zondag uiteraard tegen Sparta Rotterdam. En keken we nog even terug op de DJ-boot die op de Noordtribune stond na afloop van de wedstrijd tegen Twente. En daar spraken we met hem over. John, welkom in onze Word Grote studio. Wat vind je ervan? Het is een mooie studio. Ik zie allemaal mooie foto's. Veel nostalgie en herinneringen inderdaad. Ja, prachtig. Laten we het direct maar even hebben over wat we net gezien hebben. De DJ Booth op Noord. Gaan we dat vaker zien? Ja, dat gaan we zeker vaker zien. Dit was de eerste keer. Hè. Het was een grote wens van de Noordtribune om zoiets te krijgen. Nu was het G-Town Madness de eerste keer. Natuurlijk eigenlijk de grootste DJ's van Groningen eigenlijk. Ja, dat was direct rammen. Dat was rammen. Dus dat was stevige muziek. Toch zeg je nou, ik denk zeker 300-400 man. Gok ik zo, hè, die op die omloop bleven. Volgens mij bijna een uur lang. Ja, dat was één groot feest. Gaan we dat vaker zien of komt er ook variatie in wat voor muziek er komt? Ja, ik denk dat het wel wat variatie in komt. Het zal niet altijd dit soort muziek zijn, maar vaak wel DJ's. Want in ieder geval niks een DJ-boot. Dus ja, het is gewoon de muziek die wel bij de Noordtribune past. Nu was jullie supportersoom ook voor het eerst weer open na de wedstrijd tegen FC Twente. Hoe was dat? Ja, dat was best spannend. Hè? Na anderhalf jaar, de eerste keer weer. Maar dat ging eigenlijk best goed. Het was redelijk druk. Het was even wel om voor 12 uur erin naar buiten te krijgen. Dat is altijd lastig. Want 12 uur moeten wij ook dicht, omdat we gewoon als horeca worden gezien. Maar ja, nee, het was berengezellig en er waren echt mensen die emotioneel werden dat ze voor het eerst weer sinds anderhalf jaar in de supporterzone kwamen. Dus dat is best wel bijzonder om te zien. Hoe was het met de verbouwing? Jullie hebben verbouwd. Ja. Hoe werd daarop gereageerd? Nou, die is nog niet klaar, dus die hebben we nog niet laten zien. De richtlijn is, we hebben 7 november de algemene ledenvergadering, dat we dan in ieder geval iets kunnen laten zien. En misschien, dat hangt er een beetje om of die ook al echt geopend kan worden. Maar in ieder geval kunnen we misschien die ALV in het nieuwe gedeelte doen. Dus dat is nog even afwachten. Spannend. Ja. Nu was het Twente, 2 weken geleden. Voelt al eens een hele lange tijd geleden. Hoe heb jij de interlandperiode overleefd? Ja, dat vind ik helemaal niks. Ik, helemaal niet als je interlands hebt tegen, wat was het, Letland en Gibraltar. Ja, dan denk ik, waar zit je dan naar te kijken? Dus daar heb ik eigenlijk niet naar gekeken. Gelukkig was de Formule 1. Dus dan ga ik op zondag maar de Formule 1 kijken. En voor de rest, ik heb weinig voetbal gezien, maar dat is ook wel eens een keertje lekker. Even een weekend niks. Dan ga je dit weekend inhalen, begrijp ik. Ja, ik ga zo meteen onderweg al met Renata, mijn partner. Gaan we zo eerst naar Helmondsport ADO. Op uitnodiging van ADO in het uitvak ook nog. Dus dat is wel even een leuke belevenis. Ik ben nog nooit in het Helmondstadion geweest. Morgen 2 Belgische wedstrijden. En dan zo met een bochtje weer terug naar Rotterdam voor zondag. Klein beetje scouting vanavond, Helmondsport, onze tegenstander in de Total KNVB-beker. Ja, misschien ben ik dan te arrogant, maar misschien moet je daar niet voor scouten, die moet je gewoon winnen. Heel goed, heel goed. Helemaal gelijk in. Hey, hoe kijk je terug op de seizoenstart van FC Groningen? Ja, lastig. Hè? Je hebt natuurlijk lastige tegenstanders gehad. Cambuur uit, nou, dat zie je ook, die hebben gewonnen. Nou, dat heeft van mij, de rest heeft Cambuur alles thuis ook gewonnen. Hè? Dus dat is best wel een goede prestatie, maar dat was zwaar. Natuurlijk in de laatste minuut. Nou ja, je hebt volgens mij van de top 6 van vorig jaar heb je de 4 al gehad. Heerenveen, Utrecht hier, gelijke spelen. Nou ja, dat had misschien iets meer ingezeten. En je hebt de VAR natuurlijk behoorlijk tegen gehad. Want daar ben ik van overtuigd dat je Vitesse had gewonnen. Hè, want je was ook beter tot aan die rode kaart. En gelijk die tweede erachteraan. En met Twente, als die 2-0 van Michael gewoon telt, wat gewoon een zuiver doelpunt is. Ja, dan komt Twente ook niet terug. En dan had je dus 5 punten meer gehad. En dat is wel iets een ander beeld op de ranglijst natuurlijk. Ja, dat is een enorm verschil. Hoe belangrijk is dan deze pot in Rotterdam dit weekend? Ja, dat is een hele belangrijke. Sparta die van me staat ongeveer bij ons in de regio. Ik weet niet helemaal helder. Zal ook 5 punten hebben of zo of iets in dezelfde orde. De nummer 15 tegen de nummer 16 is het. 15, 16. Nou ja, precies. Dus die is belangrijk. Je moet eigenlijk, dit zijn de ploegen die je wel moet gaan winnen. Alleen ja, de selectie is natuurlijk nog niet helemaal op peil. Je hebt nieuwe aankopen, maar die zijn of geblesseerd of ze zijn nog onervaren. Dus dat heeft ook wel even tijd nodig. Maar ze zijn wel belangrijk, want ga je verliezen, dan kom je echt wat onderin te staan. Nu gaat de Eredivisie weer beginnen. We willen graag met jou gaan voorspellen. We gaan naar de voorspelling. We gaan 3 wedstrijden voorspellen, John. We hebben voor jou uitgezocht om te beginnen Feyenoord-RKC. Heb je beide ploegen al zien spelen dit seizoen? Ja, Feyenoord af en toe wel eens wat. RKC, wat, nou, in samenvatting moet ik zeggen, Feyenoord ook niet zoveel.
Maar ik denk wel dat Feyenoord die moet winnen, in de Kuip in ieder geval moet winnen. En ook wel gaat winnen. RKC is misschien iets anders, een klein stadionnetje. En dan wordt het een andere sfeer. Maar de Kuip wint Feyenoord dit. Ja, er wordt een 1 voor jou. Er wordt een 1. Wat wordt de uitslag? Ik denk zelfs een makkelijke 3-0. 3-0. Noteren we die in elk geval. Gaan we door met jouw favoriete teams in de Eredivisie. Heerenveen en Ajax spelen tegen elkaar. Oh jee. Ja, allebei min 3 punten, kan dat of niet? Dat kan niet, denk ik. Nee, ik denk dat Ajax die wint. Ajax is gewoon matig groot, vind ik nog steeds, voor deze competitie. Ondanks dat ze maar 1 punt voor staan. Maar normaal gesproken, Ajax met hun budget moet er gewoon op een sloffen kampioen worden. En ik denk dat ze in Heerenveen ook makkelijk winnen. Ja, dat was de verrassing natuurlijk, hè? Utrecht won bij Ajax voor de interlandperiode. Ik denk dat dat incidenten zijn, denk ik zelf. Maar het is natuurlijk wel mooi. Ik zou heel graag willen dat wij dat eens een keer doen met Groningen. Dat is volgens mij nog nooit gebeurd. Nog nooit gebeurd in de arena. Dus dat zou wel een heel mooi feest zijn. Maar normaal gesproken wint Ajax dit met 1-4. Tot slot de wedstrijd waar het voor ons om gaat. Sparta FC Groningen. Wat gaat het worden? Ik denk wel dat we hem gaan winnen. Sparta, daar heb ik wel een paar keer gezien, ook stukken van. Nou, dat is echt gewoon niet goed. En ondanks dat wij ook maar 5 punten hebben, we spelen wel goed. Je ziet best wel goed voetbal in het team zitten. En dat geeft best vertrouwen. Nou, we gaan ook vanuit dat de vader een keer niet dwars zit. Dus dan ga ik uit van 0-2 voor Groningen, dus een 2. Een tweetje. John, er gaan meer dan 500 supporters mee naar Rotterdam. Wat zegt dat? Ja, 548 volgens mij zag ik net. Ja, er kunnen 650 in, dus helaas net niet uitverkocht. Dat heeft de reden dat Sparta heel beperkt parkeergelegenheid heeft. Dus de meeste mensen met de bus moeten. Ja, dat is gewoon een nadeel. Maar dat er desondanks 548 meegaan, dat betekent dat Groningen echt leeft. En mensen ook echt mee willen en erbij willen zijn. En dat is ook terecht, want tot nu toe zijn de uitwedstrijden, de sfeer in de uitvakken is fantastisch. Dus ja, dit kan alleen maar de ploeg helpen. Hè, dat je hopelijk daar vooral Groningen hoort in het stadion. Nou, dat kan net even de extra paar procenten zijn wat Groningen nodig heeft. En de laatste 2 keer in Rotterdam gewonnen. Ja, 2-3 kan ik me nog eentje herinneren. Met een paar hele mooie goals. Het was vorig jaar volgens mij. Ja. Het jaar daarvoor weet ik hem even niet zo. Azorro herinner ik mij. Oh ja. Voorzet het schot die erin ging. Ja. Die de keeper een beetje raar onderdoor ging. Ja, klopt. En doelpunt van Lundqvist denk ik. Ja, denk ik ook. Ja. Was dat 1-2? Dat was 1-2 denk ik. Ja, dat was 1-2. Ja, vorig jaar 2-3 als ik me niet vergis. Ja. Het is wel een lastige tegenstander, denk ik, maar ze hebben ook aardig ingeleverd. Hè? Beste man, Haroui weg. Nou, wij hebben Duarte nu natuurlijk. Ja. Dus die mag tegen het oude club spelen. Ik zag volgens mij in de opstelling dat hij meedoet. Ja. Dus dat gaan we winnen. Heel goed. John, bedankt voor je komst. Geen dank. Veel plezier dit weekend. Welke wedstrijden waren nou allemaal? Vanavond Helmond Sport ADO. Morgen Union Sint-Culoise, de koploper van België, tegen Serrain in een prachtig stadion. En dan s'avonds nog derde niveau, Racing Mechelen, maar ook vanwege hun tribune eigenlijk. Ik weet niet eens tegen wie ze spelen, maar dat zien we morgen wel. Een echte liefhebber, hè? Ja, dat is prachtig. Heel veel plezier dit weekend. Jullie thuis allemaal bedankt voor het kijken naar deze eerste aflevering van FC Groningen Live. Nou hebben we nog geen naam voor dit programma, John. We zoeken eigenlijk nog een naam voor dit programma. Weet je nou een leuke naam voor dit programma? Reageer dan even in de comments. En als jij de naam verzint voor dit programma, dan wil je 2 kaarten voor de wedstrijd FC Groningen AZ voor volgende week zondag. Leuk. John, bedankt. Geen dank. Goed weekend. Ja, jij ook. En succes met het programma. Dankjewel.